safe.nl. Sluit je ogen, we beginnen stap voor stap, hier is tijd voor nodig. We gebruiken gefocust de juiste methodes waarbij je innerlijke krachten tot tijd te komen. Adem in, oké, je hebt verwachtingen, maar maak je geest vrij van alle stress en spanningen. Adem uit, elke dag zul je beseffen dat je eruit jezelf nog moet handelen, versterk je kalmte. De derde stap is niet zo gemakkelijk, concentreer je op je lichaam met spieren ontspannen. Het is niet erg als je volgens je gedachten laat zien, de definitie van geluk is acceptatie. Keer terug, hou je ogen gesloten, blijf diep ademhalen, verhoog je focus. Vergeet de buitenwereld, is al ononderbroken stroom van concentratie, het is nogal persoonlijk. Meditatie heb je nodig, die piekeren wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want dan kan je niet alleen met de visie wegbrengen. Maak je geest vrij van die verre zelfkennis. Meditatie heb je nodig, die piekeren wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want dan kan je niet alleen met de visie wegbrengen. Maak je geest vrij van die verre zelfkennis. Meditatie. Dus voor je eigen best wil als het je weinig zegt, chill. Want het kan alleen als jij het zelf wil. Neem rust, focus op één punt en zie de wereld door de bril van je eigen denkbeeld. Het kan niet verkeerd gaan, is de balans niet meer. Analyseer hoe je je geest stabiliseert. Om dat te proberen moet je altijd beheersen. Accepteren wat je voelt als je gedachten komt meer. Meditatie heeft verschillende vormen. Die innerlijke rust is wat we willen bevorderen. Visualiseer het licht in het donker. Hou het vast zolang het kan en observeer de gevolgen. Dit heb je nodig, al lijkt het vrij zware tekst als je elke dag tijd voor vrij maakt. Terwijl de een onbewust hoopt dat die rust krijgt, denk de ander aan de staat van overbewustzijn. Meditatie heb je nodig, die pieken wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want dan kan je niet alleen met een visie op wegbrengen. Maak je geest vrij van die verre zelfkennis. Meditatie heb je nodig, die pieken wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want dan kan je niet alleen met een visie op wegbrengen. Maak je geest vrij van die verre zelfkennis. Meditatie. Je leert omgaan met wat diep in je geest zit. En als er naar de oppervlakte komt, zie je meteen dingen die je stemmingen bepalen. Maar niemand die weet dit, je moet het zelf achterhalen bij psychische trainingen. Dus niet piekeren wegrennen, want naar innerlijke rust komt diepere zelfkennis. Ervaar het zelf, misschien kom je wel verder, want ik kan je niet alleen met een visie op wegbrengen. Meditatie is de key tot inzicht. Meditatie laat je zien wat licht is. Meditatie is medicatie voor de gedachte, gewoon als je er dieper in zit. Meditatie is de key tot inzicht. Meditatie laat je zien wat licht is. Meditatie is medicatie voor de gedachte, gewoon als je er dieper in zit. Meditatie heb je nodig, niet piekeren wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want ik kan je niet alleen met een visie op wegbrengen. Maak je geest vrij van diepere zelfkennis. Meditatie heb je nodig, niet piekeren wegrennen. Je moet het zelf doen, misschien kom je wel verder, want ik kan je niet alleen met een visie op wegbrengen. Maak je geest vrij van diepere zelfkennis. Meditatie. Meditatie. Meditatie.